De zeven zonden is een verkenning die zich richt op wat is er nu eigenlijk zondig in deze maatschappij of in Brabant. En zonden zijn interessant om te onderzoeken omdat ze eigenlijk een heel goed beeld geven van hoe staat de maatschappij ervoor. Want je denkt misschien dat een zonde iets is wat vaststaat. En er zijn natuurlijk zeven zonden, hè, die zijn bekend, hoogmoed, luiheid. Alleen die zonden die veranderen door de tijd. En het is eigenlijk heel erg interessant om eens te kijken van hoe staat het eigenlijk voor met de zonden en hoe kijken mensen daar eigenlijk naar? Ze werken als een spiegel naar jezelf om na te denken van wat is er nou voor mij zondig en wat draag ik daar zelf aan bij? We zijn allemaal soms misschien wel eens wat hoogmoedig en wat iets te veel bezig met onze eigen ik en met onze eigen presentatie. Denk aan alle Instagram-discussies en beelden die we hebben. Dus in die zin helpen die zonden, helpen je eigenlijk ook om naar binnen te kijken. Dus die helpen om scherper te zien waar het misschien wringt en waar we misschien dingen zouden moeten veranderen. Nou, we staan hier bij de verbeelding van afgunst. En afgunst is een van de zonden die volgens mij heel erg tot de verbeelding spreekt bij de meeste Brabanders. En dat is ook precies wat we hierin hebben geprobeerd uit te beelden. Is namelijk de afgunst die gevoeld wordt dat er vanuit de Randstad eigenlijk neer wordt gekeken op Brabant. En wat we ook wilden verbeelden was dat je daarin niet alleen staat. Hè? Dus je ziet hier eigenlijk Big Ben, een Amsterdammertje, de Bossendraak, maar ook de vuurtoren in Zeeland. En dat er eigenlijk altijd wel wordt neergekeken. Hè? Dus vanuit Brabant is het gevoel dat er vanuit de Randstad wordt neergekeken op Brabant. Maar wellicht kijken wij Brabanders wel neer op Zeeland. En we hebben eigenlijk in deze verkenning voor de eerste keer dat heel erg multimediaal aangepakt. Dus we hebben niet alleen maar tekst, waar we van nature het vaak mee doen, maar we hebben ook een podcast en we hebben ook deze expositie. Dus we proberen eigenlijk door een soort van alle kanten aan te vliegen en van alle kanten mensen te inspireren en mensen in actie te laten komen. Deze verkenning is heel erg bedoeld ook om te inspireren, dus daarom hebben we ook in de podcast heel erg veel mensen gevraagd waarvan wij denken dat die mensen kunnen inspireren om op een andere manier naar het nu, maar ook naar de toekomst te kijken. En een podcast is natuurlijk bij uitstek een manier om geïnspireerd te raken. Je kan een stukje gaan wandelen, je kan die podcast opzetten en luisteren naar mensen die misschien net op een andere manier naar het nu en naar de toekomst kijken dan dat je zelf doet. En daar hopelijk iets van meepikken. Het is belangrijk om, als je weet dat die zonden eigenlijk door de tijd veranderen, dan wordt het ook heel erg interessant om naar jezelf te kijken en is na te denken van hoe dacht ik 25 jaar geleden of 10 jaar geleden over dingen. En je zal zien dat bijvoorbeeld smaak, wat je 10 jaar geleden droeg, dat draag je nu niet meer. Nou, smaak, maar ook denkbeelden, die veranderen door de tijd. En als je dat beseft bij jezelf, dan kan je misschien ook wel met een opener, meer empathische manier naar de maatschappij kijken. En minder gericht op wat er nu fout is, wat er vroeger fout was. Maar meer met een open blik van, ik ben zelf eigenlijk ook veranderd. Mijn denkbeelden veranderen ook. En misschien kan ik daardoor op een andere manier ook naar de maatschappij en naar individuen gaan kijken. Deze verkenning is echt bedoeld om ook het denken wat op te rekken. Om gewoon een brede blik te pakken, wat filosofisch, dat zie je ook in de essays. Hè. Bijvoorbeeld een essay wat Bas Heijnen schrijft, dat is van nature al wat verder van de werkelijkheid afgetrokken dan dat het gaat over, morgen kan politicus A daar dit mee doen of kan die daar dat mee doen. Dus daar is deze verkenning niet op gericht, maar wel om dat denken op te rekken, om een bredere blik op de toekomst te hebben. Ja, dit is de zonde hoogmoed. Dat wordt eigenlijk ook als de eerste zonde benoemd. En in hoogmoed zie je hier een vliegtuig. En dat vliegtuig dat verbeeldt eigenlijk de hedendaagse Icarus. Hè. Icarus die vloog naar de zon. Of die vloog te dicht bij de zon. En daarom smolten zijn vleugels en stortte die neer. En hier hebben we dat uitgebeeld in een vliegtuig dat eigenlijk recht omhoog gaat. Wat niet kan. En dat is dus hoogmoedig. Hè. Dus je kan niet zo recht het heelal in vliegen als vliegtuig. Ik kwam hier net weer binnen. Ik kom hier natuurlijk ook niet dagelijks. En dan denk ik echt wel weer, wow, ik vind hem echt best wel indrukwekkend. Ik vind hem zelf ook inspirerend. Ik heb natuurlijk zelf de podcast heel vaak moeten luisteren, omdat we hem ook hebben geëdit. En ik luister hem net nog eventjes terug.
En ik blijf het inspirerend vinden. Ik zou zeggen, als je denkt, ik wil even wat anders zien. Dit is toch een stukje kunst, wat nu wel open is. De bibliotheken zijn open, dus je kan hier gewoon langs. Dus we hopen eigenlijk door exposities als deze juist de mensen in Tilburg en in Brabant te bereiken. Zodat we de mensen ons boekje gaan lezen, maar ook de podcast gaan luisteren. Nou, ik hoop vooral dat ze denken van, hey, wat bestaat dit ook, hè? Er zijn mensen die hier dus over nadenken, die hiermee bezig zijn. En dat ze misschien een klein beetje bij zichzelf over iets, al is het maar een klein sprankje, denken van, hey, misschien kan ik hier zelf iets anders in doen. Of misschien zou mijn denken hierover wat verder kunnen worden opgerekt. Of misschien moet ik gewoon eens een keer een bepaald boek lezen wat aangeraden wordt in een podcast. Of ik ga gewoon lekker de podcast luisteren. Dus het hoeft geen hele diepe gedachte te zijn waarmee je hier meteen wegloopt. Maar alleen al denk ik het feit dat je even de tijd neemt om hiernaar te kijken en even op het moment stil kan staan. Ik denk dat dat al een heel mooi doel is om te bereiken.